Hallo, ik ga jullie laten zien hoe je een afbeelding toevoegt aan de mediatheek achter Wikipedia en de andere Wikimedia projecten. Die heet Wikimedia Commons en op Wikimedia Commons ga ik aan de linkerkant naar bestand uploaden. En dan klik ik op selecteer te delen mediabestanden. Deze opent op mijn computer en ik selecteer daar de foto die ik graag wil delen. Ik kan hier eventueel meerdere bestanden toevoegen, maar vandaag hou ik het bij één afbeelding. Dit bestand is mijn eigen werk, want ik heb de foto zelf genomen en ik geef hem vrij onder CC BY SE 4.0. Het is een draaimolen die staat op markt. Het is een draaimolen. Het is een draaimolen anno 2021. De datum pakt hij automatisch van de metadata van de afbeelding. En categorieën zijn soms wat lastig te vinden op Commons. Ik ga daarvoor vaak naar het artikel dat al bestaat op Wikipedia en klik daar eventjes op de foto's die er bijvoorbeeld al zijn of die op vergelijkbare artikelen staan. En onderaan zie je Carousels in the Netherlands. En Carousels in the Netherlands is een perfecte plek voor deze afbeelding. Ik kopieer en ik plak de categorie naam. En klik vervolgens rechtsonder op Publiceer bestanden. De metadata. Het beeld af. Een draaimolen, de kermisattractie. En ik wil alle data publiceren. En dan staat de afbeelding op Commons.